Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Karpenvissen op een vijver. We zijn hier weer bij de vereniging en morgen is Koningsdag. Dat betekent dat er heel veel mensen vrij zijn en dat het dus lekker druk is hier. Maar samen met de maat van mij, die gaat ook mee vissen. En ik ben benieuwd of het wat gaat worden. We gaan even alles opzetten en dan kom ik weer terug. Ik heb mijn hengels al erin liggen. Ik heb er eentje hier in de hoek. Toen we hier aankwamen, zag ik hier al wat rietstengels bewegen. Dat laat ik wel vaak zien dat er vis is. Dus ik ben benieuwd wat het met die hengel gaat doen. Mijn andere hengel, die heb ik hier naartoe liggen. Je ziet het niet, maar normaal staat hier een rietkraag. Nu is het helemaal gesnoeid en zijn het alleen nog maar kleine riettopjes. Maar ook daar kunnen prima vissen tussen zitten. Maat van mij heeft zijn hengels ook in liggen. Hier naar de overkant. En eentje hier aan eigen kant. Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat doen, aangezien het dus best wel druk is. Maar je weet het natuurlijk nooit. De eerste lelies beginnen ook alweer boven te komen. Dan laat ik wel zien dat het voorjaar toch echt wel begonnen is. We gaan vandaag dus een avondje vissen. Het hoeft maar een paar uurtjes te zijn en dan kun je alweer naar huis. En in principe kun je dan succesvol zijn. Maar tot nu toe is het nog niet zo druk geweest. Er zitten dus ook veel mensen te nachtvissen. En dat maakt het natuurlijk extra lastig. Veel lijnen in het water, dan maakt de vissen hier altijd erg schuw. En daardoor gaan ze echt wel minder snel azen. Ik heb bij mijn hengel dan ook alleen maar pellets bijgevoerd. En dan met een enkele bolie te zitten vissen. De ene hengel met de chili cheese en de andere hengel met de leverzalm. Het is ondertussen 9:15. En het begint langzaamaan al een beetje donker te worden. We hebben wel al een paar springende vissen gezien. Dus dat laat zien dat ze in ieder geval wel actief kunnen zijn. En dat ze hopelijk een van onze bollies gaan pakken. Ja, ja jongens. Het is weer zo goed als donker. En de hengel liep af. Hij vloog zelfs van de rotpot af. Mijn slip die stond zo goed als helemaal dicht. En toch kreeg hij het voor elkaar om het er een beetje uit te trekken. Het is wel een sterke vis. Hij heeft een flinke kracht. Daar ben ik blij mee, jongens. Oké, het is inmiddels donker. En jullie hoopten nu natuurlijk een vis te zien. Dat had ik ook gehoopt. Maar er is iets gebeurd. En daar baal ik echt enorm van. De hengel ging echt helemaal krom. En ik kreeg hem maar niet geblokt. Hij trok hem zo hard dat hij dwars door de ene rietkraag heen ging. Toen zat hij er nog aan. En toen ging hij uiteindelijk naar de andere rietkraag. Hier vooraan in de hoek. En uiteindelijk knapte de lijn. Dit is echt enorm zuur. Het is echt een supersterke vis geweest en ik vermoed dus dat het een van de oudere vissen hier is. Daar baal ik echt enorm van. Dan zit je hier zo vaak te vissen, vang je eigenlijk alleen maar redelijk kleinere vissen. En dan heb je er een keer een mega sterke vis aan. En dan zwemt hij zo het riet in en kun je er eigenlijk helemaal niks tegen beginnen. Dat is dus wel echt enorm balen. En dit is dan ook weer het moment dat ik deze hengel weer moet gaan knopen. En dat ik dus maar weer verder moet gaan. Inmiddels is het alweer bijna 10:30 en we hebben helemaal niets meer bijgevangen. We horen wel enorm veel vis springen. Ook weer iedere keer rond dezelfde stekken. Maar bijten doen ze maar niet. Dat is wel balen. Het is echt gewoon shit dat ik die vis heb verspeeld. Daar ga ik nog wel even over nadenken. En dat is echt wel enorm zuur. Hier gaan we de video dan ook mee afsluiten. En volgende week dan gaan we het toch nog maar een keertje proberen. Hopelijk is het dan iets minder druk ook.